Yes, daar zijn we weer voor de tweede keer. Welkom bij Verborgen Talent. Mijn naam is Tom en ik spreek nu lekker deze voice-over in. Hier zijn de twee toppers van vandaag, mentalist Victor Norbacht en singer-songwriter Anne Nederhoed. Jongens, even zwaaien naar de camera. Yes, top. Singer-songwriter Anne Nederhoed is 20 jaar. Ze is dol op speciaal bier en lezen. Haar lievelingseten is pizza, pasta en mie. Singer-songwriter Anne Nederhoed. Als ik aan jou vraag, omschrijf jezelf in 3 woorden. Welke 3 woorden zijn dit? Dan is dat binnen mijn muziek, denk ik. Ja. Eerlijk, puur en klein. Eerlijk, puur en klein. Ja. We zitten hier op jouw slaapkamer. Klopt. Ja. Waarom jouw slaapkamer? Nou, dit is waar het allemaal is begonnen. Hier heb ik mijn eerste nummer geschreven en alles daarna eigenlijk ook. Hier ligt een beetje de basis van mijn carrière hier. De basis van jouw carrière. Yes. Ja, dus vanuit je kamertje dan gaat het gewoon lekker door naar de grote stadion. Precies, slaapkamer naar de stadion inderdaad. Top. En jouw muziek, als je dat in een soort van hokje zou moeten plaatsen, welk hokje zou dit dan zijn? Nou ja, het is sowieso dus gewoon singer-songwriter, maar dat is nog steeds heel breed. En dan zou het eerder een soort van popfolk zijn, denk ik. Ja, en dat vind ik altijd heel lastig om daar echt een label aan te geven, maar popfolk komt denk ik wel in de buurt. Nou, dat is gewoon Anne Nederhoed, gewoon jouw ding is het gewoon. Precies, wat doe je? Ik doe Anne Nederhoed. Ik doe gewoon Anne Nederhoed. Ja. Hallo Anne. Good luck. Keep doing it. Be yourself. Never forget. Take your time. Anne, de Engelse singer-songwriter Lewis Watson, jouw grote voorbeeld. Klopt. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Nou, Lewis Watson is een singer-songwriter. En die kwam ik ooit tegen op YouTube. En toen dacht ik, hij is goed. En toen een beetje onderzoek gedaan natuurlijk, want dat doe je. En toen kwam ik erachter dat hij eigenlijk pas op zijn 16 is begonnen met gitaarspelen. En toen dacht ik, hey, ik ook. En sindsdien is hij eigenlijk wel een beetje mijn naast dat ik echt fan ben, is hij ook wel een beetje mijn voorbeeld. Van oké, daar waar hij is, daar wil ik zijn. Dat is het doel waar ik naartoe werk. De inspiratie voor jouw nummers. Waar hou jij de inspiratie vandaan? Alles uit mijn eigen leven, uit verhalen die ik van anderen hoor. Maar ik luister ook heel vaak naar muziek en dan hoor ik 1 zin waarvan ik denk, hier kan ik zoiets cools mee. En dan ga ik dat weer helemaal ombouwen en uitvergroten. En ook heel erg uit clichés. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Home is where the heart is of Time heals all wounds. Allemaal dat soort zinnetjes. Dat vind ik echt heel gaaf om dat dan soort van om te gaan buigen naar andere betekenissen of zo. Ja, dus eigenlijk uit gewoon alles om je heen, mensen om je heen, alles, dingen om je heen. Ja. Uit alles pluk jij de dingetjes eruit. En op welk nummer ben je het meest trots? Een nummer van jezelf? Home. Home is echt gewoon het eerste nummer wat ik ooit heb geschreven. Dat is de reden waarom ik nu optreed, zeg maar. En waar ik altijd mee begin, wat ik foutloos speel. En waardoor ik gewoon heel rustig en ontspannen altijd aan mijn set begin. Home. Ja. They say home. In 2016 heb jij Fanatics gewonnen met zo'n nummer Home. Kijk, en een van de juryleden, die zei tegen jou van je neemt me mee in een andere wereld. Ja. Ik neem aan dat het geweldig is om te horen, dat toch? Dat was echt heel nice. Het was echt gewoon precies wat ik wilde doen. En ze zeiden dat bij het aankondigen van de winnaar. Zeiden ze, ja, en deze zangeres nam me mee in een andere wereld. En ik dacht, wow, wacht even. Als dit er voor mij gaat, zei ze Anne. En ik zo, oh my god, dat is echt precies wat ik wilde bereiken. En het is gelukt. En ik was echt super blij. Dus jouw doel was bereikt. Ja, echt gewoon 3-dubbel. Ik had en gewonnen en gewoon zo fijn jurycommentaar. Ja, daar was ik echt heel blij mee. And oh my dear, the world out there is enormous and I know you feel like you got nowhere to go, you feel alone. My dear, dat is een van jouw liedjes. Die heb je geschreven voor een vriendin van jou. En waarom speciaal voor haar? Nou, het was heel vreemd. Ik ben een paar jaar ouder dan haar en zij ging echt door precies dezelfde depressieve puberfase als waar ik doorheen was gegaan. Mm-hmm. En het was heel bizar om iemand datzelfde gevoel te zien ervaren. En toen heb ik dat nummer geschreven om haar daar een beetje in te steunen en te vertellen van, hey, het komt allemaal wel goed. Ja, dat is een soort steun in de duisternis was je eigenlijk zeker, op dat moment. Ja, dat probeerde ik wel te zijn in ieder geval. Anne. Bij de vreselijke vliegtuigramp van de MH17 ben jij een goede vriend verloren.
Brett. Jij hebt een nummer voor hem geschreven, Song for Brett. Die heb jij mogen spelen op de officiële herdenking van de MH17. En hij is verschenen onder een documentaire op SBS6. Hoe kijk jij tegen deze tegenstrijdige periode daarvoor jezelf misschien wel aan? Ja, nou, het was zeker tegenstrijdig. Want aan de ene kant is het gewoon een heel, heel heftig nummer. En je schrijft dat niet om er succes van te maken. Je schrijft dat puur om jouw emoties te delen. En uiteindelijk blijkt dat mensen die emoties herkennen. Dus wordt dat nummer gedeeld. En toen mocht het dus in één keer echt hele bijzondere, soort, vooral die documentaires, eigenlijk bijna een soort van gaaf, kreeg ik dat soort kansen. En aan de ene kant, als ik er nu op terugdenk, denk ik, oh, dat was heel bijzonder en heel, ben ik toch een soort van trots op. Aan de andere kant is het heel wrang, want je wil niet dat meisje zijn wat een nummer heeft geschreven over een overleden vriend en dan dat maar heel cool heeft uitvergroot. En, en je wil niet die persoon zijn, zeg maar. Nee. Dus, maar ik ben heel blij dat heel veel mensen zien dat ook helemaal niet zo. Ik zie dat zelf ook echt niet zo. En dat heel veel mensen gewoon heel supportive zijn en heel erg zichzelf herkennen in het nummer. En daarvoor heb ik het ook geschreven. Als we 10 jaar verder in de tijd zijn, waar sta je dan met jouw muziek? Nou, dan hoop ik dat ik op tour ben geweest. Album uit, in ieder geval een EP. En dat ik gewoon heel veel mensen heel blij heb gemaakt met mijn muziek. En dat heel veel mensen ervan weten en dat ze komen kijken. Ja. Dus gewoon mensen blij maken. Dat is eigenlijk jouw allergrootste doel. Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. Nou Anne, dan gaan we nu naar de versnelde ronde. Yes. Ik heb hier een kaartje, ik heb hier een aantal stellingen en dilemma's op staan. Okay. Bij een stelling zeg je ja of nee en bij een dilemma maak je een keuze. Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Dan gaan we. 1. Optreden in Paradiso Amsterdam of toeren door Londen? Londen. Ik luister veel verschillende muziekstijlen. Ja. Geld is voor mij een drijfveer. Nee. Spelen voor een paar vrienden of voor een groot publiek? Groot publiek. Tomatensoep of kippensoep? Kip. Mijn familie staat voor de volle 100% achter mij. Ja. Ik ben een groot talent. Ja. Klassieke muziek of hardrock? Klassiek. Ik ben ervan overtuigd dat ik ver ga komen met mijn muziek. Ja. De talentenjachten zijn positief voor de ontwikkeling van een talent. Ja. Podium of slaapkamer? Podium. Een muzikant is volkomen afhankelijk van zijn of haar fans. Ja. Wat ik wil hebben is dat mensen denken van, what the fuck is dit? Hoe dan, hè? En dat vind ik prachtig. Als je dat hoort in het publiek, dan doe ik iets en dan is al dit geluid zo. Huh? Weet je wel, dat vind ik het mooiste wat er is. Mentalist Victor Norbacht, ook wel Dr. Philly genoemd, is 20 jaar. Hij houdt van films en series, verder hockeyt, golft en zeilt hij graag. Nou, mentalist Victor Norbacht. Welkom, gaaf je te ontmoeten. Ja, insgelijks. Kijk, en je bent een mentalist, maar ik kan me heel goed voorstellen, er zijn al heel veel mensen die zitten te kijken, die denken, een mentalist, wat is een mentalist precies? Wat doet een mentalist precies? Zou je dat in het kort even kunnen vertellen? Ja, zeker. Ik krijg die vraag altijd, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten. Je hebt mensen zoals Uri Geller, die doet mentalisten ex, die beweert dat hij speciale krachten heeft en dat hij een zesde zintuig heeft of zo, en dat soort dingen kan doen, lepeltjes kan buigen, dingen kan voorspellen. Maar ik kijk het eigenlijk van een iets andere manier. Iets wat de mensen in Nederland niet echt heel erg bekend mee zijn. Mijn visie van mentalisme is eigenlijk dat je door middel van psychologie en door middel van goed opletten, goed kijken naar mensen, rekenkundige trucjes en dat soort dingen, mensen een illusie kan geven van iets bovennatuurlijks. Mm-hmm. En dan daarna leg ik ook uit dat het een illusie is, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Oké. Okay. Ja. Kijk, het is misschien een beetje een makkelijk bruggetje, maar vandaar dat ik hem toch even maak. Victor Mits van Mindfuck. Ja. Je hebt de naam al mee. Maar kijk, Victor Mits noemt zichzelf een illusionist. Ja. Terwijl jij zelf een mentalist noemt. Ja. Waar zit het grote verschil in? Kijk, illusionisme zijn echt trucjes. Als jij naar hem kijkt, dan doet hij op straat een truc bijvoorbeeld. Met een snoepzak of zo, die is leeg en dan schudt hij erbij en dan zit hij weer vol, zeg maar. Mm-hmm. Het heeft niks te maken met gedachten. Illusionisme is ook echt gewoon je ogen voor de gek houden, zeg maar. En ik doe eigenlijk je gedachten voor de gek houden. Dat is eigenlijk een beetje het verschil. Is hij ook een groot voorbeeld voor jou, Victor Mitz, of heb jij een ander held? Nee, mijn grote voorbeeld is Darren Brown. Mm-hmm. Dat is een Britse mentalist. Dat was ook eigenlijk de eerste grote man die het op dezelfde manier als ik, zeg maar, verkondigt. Die doet het ook met psychologie en met beïnvloeden en suggestie, somnambulisme en dat soort dingen. Mm-hmm. En hij, wat hij doet, die shows bij hem, die zitten zo goed in elkaar. En daar zit zo'n mooi verhaal achter. En het is totaal geen... Je hebt niet het idee dat je wordt opgelicht of zo. En hij geeft mensen geen valse hoop. En dat is wat heel veel mentalisten doen, zeg maar. En dat probeer ik heel erg te vermijden. Victor, in 2015 toen deed jij mee aan het SBS6-programma Mindmasters Live. Ja. En daarin wist jij BN'ers van A tot Z mentaal helemaal te sturen. Ja. En
Ja, Uri Geller was zeer lovend over jou. Die zei de volgende woorden, ik citeer het even letterlijk. Victor trad op in mijn show Mike Masters Live. Zijn charisma en uiterlijk gecombineerd met zijn geweldige vaardigheden en talent creëert een prachtig en magisch optreden. En ik weet zeker dat Victor het ver gaat schoppen. Nou, die kun je in je zak steken. Ja, zeker, absoluut. En is een doorslaggevend punt voor jou geweest? Dus dat je meedeed aan die uitzending? Ja, absoluut, absoluut. Ik was altijd al een beetje bezig met goochelen en mentalisme en dat soort dingen. En toen ik daar zo ingerold ben, toen ik er ingerold was, ben ik in die selectieprocedure beland. Ja. Ook heel toevallig weer. Maar één man heeft ervoor gezorgd dat ik daar doorheen ben geknald. Dat is Michael van Buren. Mm-hmm. Dat moment nadat ik op die televisie, ook al is het gecanceld en ook al is het verlopen zoals het is verlopen, heb ik daar toch heel veel baat bij gehad. Want het is natuurlijk wel echt een nationale televisieproductie. En echt een miljoenenproductie, zeg maar. Mm-hmm. Dat is voor mij, ja, ik was 18. Dus het was voor mij, ja, het was super groot ineens. En heel hele goede ervaring, zeker. En train jij veel? Ben je nou echt uren, dagen bezig om alles te verfijnen, alles beter te maken? Of is het toch een soort van, je moet dat in je hebben? Darren Brown zegt het, om hem even te quoten, zegt het op een hele mooie manier. Het is een stukje showmanship. Het is een stukje flair op het podium. Want je moet natuurlijk wel overtuigend overkomen. Het is suggestie. Dus dat is, zeg maar, als ik tegen jou zeg van, denk niet aan een zwarte kat. Dan denk je gelijk aan een zwarte kat. Dan denk ik aan een zwarte kat. Simpel. Ja. Het is een beetje goochelen. Dus een beetje afleiding, zeg maar. En een beetje hypnose, zeg maar. En dat is een beetje de hele combinatie, het hele pakketje bij elkaar. En daar zit heel veel studie in, daar zit heel veel oefenen in. En ik heb, toen ik op de middelbare school zat, elke dag zitten oefenen en trainen. En vooral heel veel dingen kijken, heel veel dingen tot me nemen en kijken, hoe kan ik dat beter doen? Dan zie ik een goochelaar, zie ik een hypnotiseur, zie ik een mentalist. En dan denk ik van, hoe kan ik dat nou verbeteren? En hoe werkt dat? Wat doet hij? Hoe zit dat in elkaar? En vooral kijken naar mensen. Ik bedoel, als ik naar jou kijk, weet je, dan zit ik al gelijk te denken van, oké, waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Mm-hmm. Weet je, allemaal dat soort dingen. En dat is kern, zeg maar. Dat is het puntje wat je moet gebruiken. Wat zijn de allerbelangrijkste eigenschappen, denk jij, om te slagen binnen jouw vakgebied? Wat moet je hebben van natuur? Ja, het is denk ik, binnen het mentalisme moet je vooral een interesse hebben in het bovennatuurlijke, denk ik. Je moet een beetje een drive hebben om mensen voor de gek te houden op een entertainende manier. Mentalisme is iets wat je helemaal vanaf point A zelf moet bedenken. Want dat is natuurlijk je eigen manier hoe je dat doet. Dus het is heel persoonlijk. Het is natuurlijk een beetje een stukje van jezelf wat je wil laten zien aan de mensen. En dat is vooral wat je verkondigt. Victor Norbert, waar gaan we jou zien over een jaar of 5? Wat ik heel graag wil doen, en dat is op het mentalisme gebied, is een programma maken. En daar ben ik al heel lang mee bezig om dat te schrijven. Om de bekende bovennatuurlijke dingen te ontmaskeren. Dus bijvoorbeeld van, waarom zien we geesten? Hoe werkt een medium? Hoe moet dat? Waarom denken mensen dat ze ontvoerd worden door aliens? Hoe werkt hypnose? Weet je, maar dat soort gewoon één aflevering over één bepaald onderwerp. Want mensen in Nederland, wat ik heel erg heb gezien, is die zijn zo bijgelovig. Die geloven zoveel dingen. En ik wil ze niet zeggen dat het niet zo is. Ik wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want dat mogen ze allemaal zelf weten. Ik bedoel, we hebben vrijheid van geloof. Allemaal prima. Maar ik wil ze het gereedschap geven om zelf kritisch te kunnen kijken naar dat soort dingen. Ik ga je eerst even terugbrengen naar waar ik ooit ben begonnen. Toen ik ben gaan goochelen, ben ik natuurlijk een beetje op feestjes begonnen en zo. En ik begon altijd met een beetje een sensatiemaker. En dat is een klassieke swami. Ja. Dat is met een spijker. Die mag jij voor mij even bekijken of die echt is. Of die niet ingeduwd wordt. Of dat die hard is, dat die scherp is. Sommige mensen zeggen hij schuift naar binnen of zo. En dan ga ik alvast even mijn horloge afdoen. Hij is 100% echt. Oké, mooi zo. Je mag maar even vasthouden voor me. Heb je wel eens iemand zijn polsslag gevoeld? Ja. Ja? Weet je hoe dat bij mij moet? Ik denk zo. Oké, hij zit hier, als het goed is. Voel je hem kloppen? Ja. Oké, ik wil dat je hem, ik moet goed hard duwen dat je hem voelt. Ja. Ik wil dat je met die spijker die hartslag uitklopt op tafel. Oké? Ja. Dat je hem voelt. Voel je hem? Dus tikken met de spijker. Ja. Oké. Let op. Is er niks meer? Nee. Oké. Wacht even. Iets erbij. Goed kijken.
Oké. Okay. Heb je een beetje vaste handen? Ja, wat? Ben je rechts of links? Rechts. Rechts, hè? Ja, oké. Okay. Dan wil ik dat je je duim en je wijsvinger pakt. Ja. Het puntje vastpakt en heel langzaam eruit trekt. Oké? Okay. Hij ging er echt in, hè? Dat zag je. En wat ik nou heb gedaan, is een oude klassieke swami-truc, is gewoon je hartslag verlagen. Want als je dit, als je een spijker normaal omhoog in je neus stopt, dan krijg je inwendige bloedingen. En dat is niet de bedoeling. Dus ik zal hem even terugbrengen. Voel maar, is dat goed, is nu nog weg. En dan zeg maar als je hem terug wil. Ja. Goed uitduwen. Ja, ja. Er is hij alweer. Er is hij weer. En dat is om er te zorgen dat ik zeg maar niet dood ga. Ik heb jou geprobeerd te beïnvloeden om te denken aan een bepaalde kaart. Heb je die kaart nog steeds in je hoofd? Ja. Oké, dan ga ik jou vertellen dat ik die kaart in dit stok kaarten heb verkeerd om erin heb gelegd. Dus ik heb één kaart eruit gehaald voordat ik hier naartoe kwam. Heb ik één kaart eruit gehaald, omgedraaid en terug erin gestopt, oké? Welke kaart denk jij dat dat is? En dat is de kaart die dus ik in mijn hoofd heb. Ja, welke kaart is dat, mag je zeggen? Ik had schoppen 3 in mijn hoofd. Schoppen 3, weet je het zeker? Ja. Oké, nou dan gaan we nou kijken of je gelijk hebt. Dus één kaart is verkeerd om. Ik hoop dat je het kan zien met de camera. Kun je het zien? Oké, schoppen 3. Oké, let op. Even kijken, als het goed zit er eentje verkeerd om. En die, ja, kijk. Dan mag je hem eruit halen en even laten zien iedereen welke kaart het is. En dat is een kleine samenvatting van wat ik doe. Te zien met kaarttrucjes. Dit soort dingen doe ik dus normaal nooit op podium. Maar speciaal voor jullie heb ik mijn goocheldoos weer even opengehaald. Om te laten zien, om te demonstreren wat eigenlijk de essentie van mentalisme is. Het is puur beïnvloeding. Zoals ik al zei, denk niet aan een zwarte kat, je denkt aan een zwarte kat. Ik geef de illusie dat ik gedachten lees. Puur door iets in je hoofd te planten en je later terug te laten denken. Anne, nu weet ik heel toevallig dat jij gek bent op allerlei sokken met allerlei kleuren, allerlei vormen. Ja. Ik zie dat je vandaag ook weer hele mooie sokken aan hebt. Zeker. Zou je misschien je collectie aan ons kunnen laten zien? Uiteraard. Ja, uiteraard. Nou, graag. We zijn weer terug van weg geweest met een hele mooie sokkenmand. En dan gaat Anne ons nu een rondleiding doorheen geven. Ja, dit is echt Anne. Mijn trots. Let's go. Zo heb ik bijvoorbeeld tijgersokken, avocado sokken. Sneeuwpop sokken, maar dan een andere kleur. En zo gaan wij nog wel even door. Stiffe sokken. Dit was alweer de tweede aflevering van Verborgen Talent. Victor heeft mij geïnspireerd. Ik ben hier ook een echte illusionist geworden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.